Goedemiddag op deze woensdag. Het is 26 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb voor jullie al even mijn sportbeelden gefilmd, of mijn sportworkout. Dus die beelden zal ik hierna eventjes plakken. Dan kun je weer eventjes wat anders dan poetsen. Gisteravond de persconferentie. Nou ja, het was niet heel interessant, want we wisten natuurlijk eigenlijk allemaal al dat de bioscopen, theaters, restaurants, cafés, maar het hele horecagedeelte weer open mocht. Het OMT had geadviseerd om het tot 8 uur te doen. Ze hebben nu gezegd we doen het tot 10 uur. Nou is het wel zo. Het ging vandaag ook allemaal al in dat ze hier een heel groot risico meenemen. Want ze verwachten nu natuurlijk dat de besmettingen nog meer de pan zullen uitreizen. Maar omdat de ziekenhuisopnames vrij laag liggen momenteel, durfden ze het wel aan om te versoepelen. Dit is geloof ik voor 5 weken, want ik geloof dat ze pas ergens in maart weer komen met een persconferentie. Ik hoorde gisteren al wel bij Hart van Nederland dat veel mensen wel sceptisch zijn en die toch ook wel zeiden van nou, we genieten ervan zolang het kan, want de kans dat het weer teruggedraaid wordt is ook best wel aanwezig. Dus ja, we gaan het allemaal wel weer zien hoe het uitpakt. Verder heb ik Goede Tijden gekeken. Daar las ik gisteren trouwens over dat er een best wel een heftige verhaallijn aan zit te komen. De mensen die Videoland kijken, die zullen het misschien al hebben gezien, want die lopen voor. Ik zal niet vertellen wat de verhaallijn is, maar het komt een beetje heftig over nu, omdat met alles wat er bij The Voice aan de hand is. Maar goed, de makers van Goede Tijden wisten natuurlijk niet, of de schrijvers, dat er op het moment dat ze dit zouden uitzenden nu zo'n schandaal in Nederland aan de gang is. Dus dat kun je volgende week op televisie zien. Maar ja, als deze vlog online komt, is het misschien al wel geweest of komt het die avond, maar dat weet ik dus niet precies. Ik heb Married at First Sight gekeken, was ook wel weer leuk. Ik twijfel wel of de matches weer goed zijn, maar we gaan het wel zien. Het eerste koppel is nu op huwelijksreis en ze reisden ook apart. Toen dacht ik al, oh, bah. Ik hou sowieso niet van reizen. Ik zou er helemaal niet op zitten te wachten om weer naar weet ik wat voor land te gaan. Maar goed, hun waren er wel blij mee. Maar ze reizen dus apart, zodat ze even tijd hebben voor zichzelf. En eigenlijk in de hoop dat ze elkaar dan al missen. Maar ja, goed. Hoe groot is die kans als je elkaar een paar uur kent? Daarna heb ik de vlog verder in elkaar gezet. En heb ik mijn foto's bewerkt, moet ik zeggen. Dat ging allemaal ook wel lekker. En toen heb ik mijn Netflix-serie gekeken vanavond, de laatste 2 afleveringen. En heb ik gekeken naar Witsu. Dus dat was verder de avond. Ik ga hier zo meteen even lekker aan de schoonmaak. Ik zal jullie eventjes de beelden laten zien van het sporten. En daarna ga ik nog even doodles tekenen en eventjes een was aanzetten. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga nu lekker aan de gang. Des te eerder ben ik klaar.
Zo, ik ben lekker klaar. De was die was ook al klaar. Die zit ook al in de droger. Dus die wordt lekker droog geblazen. Ik heb de verwarming even een tikkeltje aangezet. Want ik vond het nou wel fris worden. Maar alles is weer lekker schoon. Ik heb eventjes nog wat doodles getekend. Ik hoef er nu nog maar 2. Dus dat ging op zich wel lekker vlot. Dus daar ben ik lekker ver mee gekomen. Dus eigenlijk was dat ook wel lekker. Gewoon, ja, alles is wel weer goed gedaan. Ik heb ook even het papier een beetje uitgezocht wat onder tafel ligt. Daar heb ik ook heel veel van weggedaan. Dus ja, eigenlijk allemaal wel fijn. Dus ja, ik ben wel weer heel tevreden eigenlijk. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de snackmasters en ze gaan een pizza maken. Maar ik weet niet, ik denk dat het een pizza is van een bezorgservice. Maar dat weet ik niet zeker. Dus dat zullen we vanavond wel zien. Maar het kan best wel een lastige opdracht worden. Dus ik ben wel benieuwd. Daarna ga ik even Steenrijkstraat Arm kijken. Hoe mijn artikel schrijf. Ik moet even nog een thumbnail maken. Dan kan ik de vlog inplannen. Nou ja, dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En dan heb ik nog Witsen. En ik ben ook alweer in een nieuw boek begonnen. Dus dat was ook wel weer leuk. Maar ik ben wel weer heel tevreden dat alles nu weer lekker fris is. Dus daar word ik altijd wel blij van. Dan kan ik straks de was, of de mat ook even neerleggen. Want die had ik gewassen van de week. Dus dan kan die ook mooi weer op zijn plek. Ja, ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik ga eventjes lekker relaxen. Daar heb ik wel even zin in. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 27 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning staan. Als ik zometeen heb stofgezogen en nou ja, boel gewoon even heb gedaan. De standaard ding ga ik een video opnemen. En daarna ga ik bullet journalen. Ik had van een van jullie de vraag gekregen of ik een keer met Nathalie een bullet journal video wilde opnemen. Ik had het even met haar overlegd en zij vond het een heel erg leuk idee. Maar ik weet niet wanneer dit zal zijn. Ik kan dus ook niet zeggen wanneer dit online zal komen. We hebben echt nog een aantal video's die we met elkaar willen opnemen. Ja, we kunnen nu niet zo heel erg makkelijk natuurlijk afspreken. Want Nathalie heeft gewoon een baan en daarnaast een gezin. Dus ja, dat zijn gewoon dingen die we moeten plannen. Waardoor we niet heel makkelijk met elkaar kunnen afspreken. Maar dat komt echt wel een keer goed. Dus als je geabonneerd bent op mijn kanaal zie je vanzelf wel zo'n video online komen. Maar ze was er in ieder geval heel erg voor in. Ik heb gisteravond Snackmasters gekeken en dat was best wel een leuke uitzending. Ze gingen een pizza maken van de pizzeria. Nou moet ik zeggen, ik hou zelf niet van dat soort pizza's, maar dat komt als ik een pizza maak, is die heel simpel. Een hele saaie pizza is het eigenlijk, maar ik vind hem zo lekker. Ik had al aan Nathalie gevraagd van, vind jij hem lekker, de pizza die ze maakte? Nee, zij hield er ook niet van. Het was een soort barbecue pizza. Maar het was wel heel interessant om te zien hoe ze dus zeg maar deeg maakte en hoe dat dan aankomt bij zo'n pizzeria. Want het komt eigenlijk in een bol aan. En de medewerkers daar die maken er zelf dus de bodem van die bol deeg. Gaan hun zelf helemaal een bodem kneden. Nou, dan is het een hele speciale manier waarop ze de saus aanbrengen en dan gaan ze hem beleggen. Dan moest hij 6 minuutjes in de oven. De chef die ik hoopte die zou winnen, die heeft helaas niet gewonnen. Maar het kwam ook de andere chef, die had dus een speciale oven die zowel onder als boven warmte had. Dus die had eigenlijk zowel de onderkant als de bovenkant echt bruin. En dat had de andere chef niet. En daarnaast waren er nog wat dingetjes, ook de sausen, die kwamen niet echt overheen. Maar ja, het is natuurlijk ook wel heel erg moeilijk, omdat je eigenlijk niet weet wat zo'n pizzeria gebruikt. Maar het was wel heel interessant. Daarna ben ik Steenrijkstraat Arm gaan kijken. Was ook wel heel erg leuk. En toen heb ik mijn artikel geschreven en even de thumbnail gemaakt. Zodat de vlog ingepland kon worden. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Daar heb ik nu de laatste 2 afleveringen van gehad. Dus ik moet vanavond weer iets nieuws uitzoeken. En ik heb werkelijk nog geen idee wat het wordt. En daarna had ik Witsen. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik eerst even de video opnemen. Dan is dat ook klaar. Ik heb het ook wel weer koud. Ik zie ook dat het heel erg geregend heeft. Ik hoorde het ook wel stormen gisteravond. Maar op zich ook wel gezellig. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Het is toch nog 9 graden. Nou goed, ik ga even wat doen en dan ga ik filmen. Thank you.
Zo, hier wordt inmiddels de laatste restjes voer opgesmikkeld. Ik ben wel eventjes lekker bezig geweest. Nou, de video dat ging vrij vlot, dus dat heb ik allemaal lekker naar boven gebracht. Dat ga ik morgen even op mijn gemakje allemaal uitpakken. Maar met Bullet Journal heb je misschien voornamelijk zien knippen. Dat zal ik even uitleggen. Ik heb namelijk een Must Bullet Journal en in die Bullet Journal doe ik eigenlijk alle leuke dingen die ik meemaak, dus uitjes of gewoon leuk als ik iets met Nathalie heb gedaan of weet ik veel wat, schrijf ik dat daarin op. Alleen ik gebruik dus heel veel dingetjes, ik teken ook dingetjes, maar ik gebruik ook heel veel reclamefolders daarvoor. Dus eigenlijk als ik een reclamefolder zit te kijken en ik denk, hé, dat kan ik gebruiken voor mijn bullet journal wat erin zie, dan scheur ik die pagina eruit. Maar ja, dat houdt wel in dat je op een gegeven moment heel veel grote pagina's hebt. Dus ik dacht, laat ik die eerst maar eens even klein knippen, dat ik de dingetjes eraf knip die ik wil gaan gebruiken. Dan kunnen de restjes in ieder geval weg. Toen heb ik wel wat ingeplakt, maar ik moet weer even nieuwe verhaaltjes gaan schrijven. Dus dat is eigenlijk eventjes een mooi klusje voor morgen, denk ik. En ik moet nog wat blaadjes bijmaken ook. Wat wou ik nou zeggen? Ja, ik vind het dan handig om die dingetjes er dus in te plakken. Dus daarom heb ik dat nu eerst gewoon allemaal even uitgeknipt. En ik heb eventjes de doodles afgemaakt. Dus die zijn nu helemaal klaar. Die zitten nu in de map. Maar op zich wel even lekker bezig geweest. Ik heb boven even al het oude papier weer geruimd. Dat heb ik allemaal even in een zak gegooid. Dus dat ging op zich ook allemaal wel soepel. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Het is hier inmiddels al lekker warm. Want ik had de verwarming wat aangezet. Want ik had het toch wel fris. En je merkt gelijk dat het dan wat lekkerder warm wordt. Maar dat is ook, ja, dat is gewoon, weet je, met een kleiner huis dan is het sneller warm. Dan ga ik straks even douchen en lekker eten. Ik heb lekker kippenpootjes vanavond gekruiden. Dus ook wel zin in. Vanavond weet ik nog niet wat ik kijk. Je hebt wel Marble Mania, maar ik weet nog niet of ik het ga kijken. Ik moet nog eventjes zien. Ik wil sowieso wel eventjes down the road terugkijken. Mijn nagels zien er eigenlijk ook niet meer uit. Ja, het zou nog één dagje kunnen, maar dan moet het er ook echt wel af, want ik heb nu wel kleine chips. Verder moet ik vanavond gewoon foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik weet dus nog niet welke. En ga ik verder met witsen, dus dat wordt verder ook wel de avond. Dus ja, wel lekker, maar in ieder geval even lekker opwarmen, want dat is wel heel erg fijn. Ik ga jullie dan in ieder geval ook gewoon morgen weer zien, want nu ga ik eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is vrijdag, het is 28 januari. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen eventjes, als ik hier de standaard dingen heb gedaan, naar boven. Want die wil ik eventjes verder en ik ga jullie proberen mee te nemen. Ik moet even kijken in hoeverre het echt lukt. Ik ga het in ieder geval proberen, dus dan kan ik weer mooi eventjes verder met wat dingen. Ik heb gisteravond toch Marble Mania gekeken. Er was verder niet zo heel veel op televisie, dus ik dacht, ach weet je, ik zet hem wel gewoon aan. En dan zie ik het wel. Op zich was het wel leuk, maar veel banen komen nu al terug. Ze hadden weer de Eftelingbaan, ze hadden weer de supermarkt.
Ik snap het ook wel hoor, dat op een gegeven moment banen moeten roteren. Want ja, je hebt toch, je kunt niet weten hoeveel banen maken. Daarna heb ik even down the road gekeken. Dat was ook wel weer leuk om te zien. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Het verbaast me echt wel. Ik vind dat Gordon het echt wel goed oppakt hoor, met deze mensen. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar hij doet het beter dan verwacht. Ik heb daarna even de foto's bewerkt en toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Die heet The Sinner. Maar ik weet heel eerlijk gezegd nog niet zo goed of ik deze wil verder kijken of niet. Want ik kijk ook altijd een beetje naar de matchscores. Netflix die geeft een matchscore bij een serie op basis van wat je al hebt gekeken. Dus er wordt eigenlijk gekeken naar je interesses, van waar heb je al naar gekeken. Dus wat zou eventueel een goede match met je zijn. En deze match die was vrij hoog. Dus ik dacht, nou, ik kan het wel proberen. Maar het was nog niet zo dat ik er gelijk in meegesleurd werd. Dus ik moet er echt nog even over nadenken of ik verder ga kijken of dat ik toch iets anders ga pakken. Maar goed, daar kan ik nog even over nadenken. Want vanavond is mijn keuze pas definitief. Daarna heb ik Witsen gekeken, dus dat was ook wel weer mooi. Ik ben ook wel een heel leuk boek aan het lezen, dus dat is heel erg mooi. Ja, dat was het eigenlijk verder ook wel. Verder eigenlijk weinig nieuws. Nee, ja, er gebeurt ook gewoon niet zoveel in de tijd dat ik jullie niet zie. Dus, nou ja, dat eigenlijk. Ik ga het even stofzuigen en de bakken scheppen en dan gaan we naar boven. Dan gaan we eens eventjes kijken. Ik heb echt wel al wat plannen. Maar ik moet eerst in ieder geval even kijken ook in hoeverre ik jullie erbij kan zetten. Omdat ik daar een beetje met het licht zit. Maar we gaan het gewoon proberen. Nou, het was gisteravond weer zover. Het bewijst dat katten af en toe echt vreemde diertjes zijn. De bak is weer bijna leeg. Dus dat betekent dat alle kleine brokjes, die komen dus nu naar boven. Dus ik vul die bakjes. En dan heb je Tijgertje en die denkt, ik moet geen kleine brokjes. En die giet met haar pootje al die kleine brokjes haalt ze eruit. Dit bakje was helemaal leeg. Met andere woorden, ik hoef die brokjes niet, zuig ze maar op. Ik wil gewoon grote brokjes. Dus dit gaan we maar eens even opzuigen. Maar af en toe zijn ze echt gekkig. Nou, het wel allemaal niet zoals ik het wou. Het schoenenrek is weer uit elkaar gekletterd. Dus ik denk dat die gewoon rijp is voor de kliko. Want ik krijg dat ding met geen mogelijkheid weer in elkaar. Het is gewoon een rolding. Het is eigenlijk gewoon een miskoop. Moet gewoon kijken naar een ander schoenenrekje. Wat in ieder geval dan ja, wel lukt. Want hij klettert gewoon uit elkaar. Het lukt gewoon niet. Het zat gewoon allemaal een beetje tegen. Het wilde niet zoals ik het wil. Ik heb mijn vinger opengehaald en dat schoenenrek. Dus ik heb niet echt een hele fijne middag gehad. Dus ik ben nou ook gewoon echt een beetje chagrijnig. Ik ben ook moe. Dus nee, het was gewoon even niet zo fijn. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond natuurlijk Flikken Maastricht. Daar heb ik wel heel veel zin in. Dan kan ik nog even de documentaire van Britney Spears afkijken. Daarna moet ik foto's bewerken. Nee, video in elkaar zetten. Moet eventjes mijn artikel schrijven. En nou ja, dat zijn dan de klusjes. Ik ga even kijken of ik nog verder ga met die Netflix-serie. En ik ga in ieder geval Doc 12 kijken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ben nu gewoon even niet te genieten. Want ik heb gewoon last van mijn rug. Het zat me gewoon allemaal even tegen. Ik ben gewoon even niet zo heel erg blij. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 29 januari. Ik ben klaargemaakt en het is een best wel donkere dag. De wind is erg aanwezig. Je hoort hem heel erg waaien.
En nou, ik vind het op zich wel gezellig, want ik zit lekker warm binnen. Nou ja, warm. Het is nog niet zo heel warm, maar dat komt straks wel. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga zo meteen nog even boven verder. Ik moet even de make-up kwasten wassen, want die zijn wel weer toe aan de wasbeurt. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik hoop dat het nu allemaal wat beter gaat. Nou ja, gisteren liep het allemaal niet zo lekker. Dat trok ook nog even door tot gisteravond, want ik had op een gegeven moment gekookt. En ik dacht, nou laat ik ook eens eventjes de knoppen van mijn fornuis even schoonmaken. Dus ik had ze eraf gehaald. Maar in die knoppen zit eigenlijk een soort van ja, zwart chipje. Die knop dus op zijn plek houdt. En er vielen er dus al een paar uit. Nou, die had ik even apart gelegd. Ik die knoppen in het watergat even goed schoongemaakt. Afgedroogd. Toen deed ik die chipjes er terug in. En bij eentje was het chipje dus een beetje krom getrokken al. Dus die had ik per ongeluk verkeerd om ingedaan. Met als resultaat, hij wilde er niet meer uit. En de knop die paste dus niet meer op het fornuis. Nou, ik balen. Van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Ik ga even mijn batterij wisselen. Zo, weer een volle batterij. Maar ik kreeg het chipje er dus op geen enkele manier meer uit. Nou, toen was het ook bijna tijd voor Flikker Maastricht. Dus ik dacht, laat ik eerst maar koffie gaan maken en Flikker Maastricht gaan kijken. Was overigens een hele spannende uitzending ook weer. Daar heb ik wel weer van genoten. Maar ik bleef een beetje in mijn hoofd zitten met dat knopje. Dus toen was Flikker afgelopen. Toen heb ik toch nog even geprobeerd om hem los te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt. Dus ik kon hem er weer goed in doen. En toen paste de knop er weer op en daar was ik wel blij om. Toen heb ik daarna eventjes de documentaire van Britney Spears afgekeken. En ben ik ook mijn artikel gaan schrijven en de video gaan editen. En toen was natuurlijk de grote vraag, wil ik verder gaan met de Netflix-serie? Nou, ik dacht, laat ik in ieder geval nog één aflevering kijken. Misschien wordt het spannender, misschien gaat het toch wat meer op zijn plek vallen. Maar het bleef dus een beetje vaag, maar ik vond hem wel alweer heel erg mooi, deze tweede aflevering. Mooier dan de eerste. Maar toen is die aflevering afgelopen en waar kom ik dus achter? Ik zit naar seizoen 4 te kijken. Zo stom hè, want ik heb deze serie nog nooit gezien. Dus ik heb gewoon op afspelen gedrukt op Netflix. Maar dan gaat hij dus het laatste seizoen gaat hij afspelen. Ik had natuurlijk gewoon bij seizoen 1 moeten beginnen, want dan had ik het waarschijnlijk veel beter begrepen. Dus ik moest er achteraf ook wel om lachen, maar ik vond het zo stom. Dus ik dacht, nee, dit meen je niet. Nou, dus ik ga vanavond bij seizoen 1 starten. En ik denk dat ik het dan al veel beter zal snappen. Maar ik vond het zo stom dat hij dan gaat afspelen vanaf seizoen 4. Dat is toch raar? Nou, ik kan er nog steeds niet helemaal over uit. Daarna heb ik even nog Doc 12 gekeken. Dus dat was het ook wel. Ik ga even de stofzuiger doorheen trekken. Ik moet ook even een handwasje doen. Dus dat ga ik mooi allemaal eventjes doen. En dan zal ik jullie straks wel even meenemen als ik de kwasten ga wassen. Ik denk als ik op zolder sta dat ik de wind nog harder hoor. Want daar hoor je de wind helemaal zo waaien. Maar ik zie de takken ook flink tekeer gaan. Goed, ik ga eventjes wat doen en dan neem ik jullie gewoon weer mee.
Zo, lekker klaar. Ik heb net even het handwasje opgehangen. De handwas stop ik nooit in de droger, want dat is zo snel droog. Dus gewoon zonde. Het is eigenlijk gewoon meer even dat het gewoon wel gewassen is, dat je nieuwe kleding aan kunt trekken, maar dat hoeft niet in de droger. Wat heb ik boven gedaan? Nou, ik heb weer even het een en ander opgeruimd. Ik heb nu alle spullen die weg moeten, die heb ik aan één kant van de zolder gezet. Het gereedschap wil ik verplaatsen, want het staat er ook niet erg handig. Maar ik moet even kijken hoe ik daar ga komen, want het is een beetje gevaarlijk. Want ik loop zeg maar boven, boven het open gedeelte van de trap. Dus dat is een beetje links, daar moet ik echt uitkijken. Ik had van die bedboxen. Normaal kun je die heel leuk onder je bed schuiven, maar bij mij niet. Want mijn bed is te laag, daar passen die boxen niet onder. Dus die heb ik nu in een hoek geschoven. Zijn deel weer van die kamer af, dat was ook een doorn in mijn oog. Dat scheelt al heel veel ruimte. Dan probeer ik morgen nog even verder te gaan. Maar dat was wel fijn. Ik heb de kwasten weer lekker schoon. Dat is ook wel weer lekker. En nou, ik heb eventjes het bullet journal boek van mijn blog bijgewerkt. Dus op zich heb je wel even lekker wat dingetjes gedaan. En hun hebben net ook lekker eten gehad. Dus dat is allemaal weer top. Het is een beetje raar. Want het zonnetje komt er af en toe door. Maar ja, het zit ook best wel een donker luchtje. Dus ik vraag me af of er nog een buitje aankomt. Zal eens even kijken op mijn telefoon of dat er toevallig iets voorspeld is qua regen. Even kijken hoor. 11 graden half bewolkt. Ja, dat had ik al in de gaten. Ja, sterke windkracht. Dat had ik ook in de gaten. Nee, ik zie geen regen. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond is het weer tijd voor weet ik veel. Nou, ik hoop dat het dit keer wat beter gaat. Anders zit ik me weer te ergeren. Je hebt ook het roer om vanavond. Dus dat ga ik ook wel eventjes kijken. Verder wil ik het grootste gedeelte van de vlog alvast in elkaar zetten. En ga ik dus nu beginnen met seizoen 1 van de Sinner. Zo dom dit, hè. Maar goed, daar ga ik dan naar kijken. En dan ga ik daarna even Doc 12 kijken. Dus dat is het ook wel. Ik ben wel een heel leuk boek aan het lezen, maar het is niet helemaal goed gegaan met dat e-book. Want af en toe krijg je dus soms ook hoofdstukken er tussendoor met bladzijden die je al hebt gelezen. Dat is heel vaag. Dan moet ik soms even doorscrollen. Maar goed, dat ga ik ook lekker doen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik hoorde trouwens wel dat vanaf 7 maart de Meilandjes terug op tv zijn. En ze gaan leven in de bijstand. Nou, ik vraag me af of ze het vol gaan houden. Het is geen wijn meer. Maar ik heb er op zich wel zin in om naar te gaan kijken. Ik ben wel benieuwd. Goed. Ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is alweer 30 januari. Het is vrij zonnig buiten, maar er staat ook wel een klein windje. Maar het is op zich wel wat lichter in huis. Dat zie je ook gelijk aan mijn gezicht. Gisteravond heb ik weet ik veel gespeeld. Nou, dat was eigenlijk, ging ik al helemaal niet zo lekker. En dan bij de laatste reclame verloor de app de verbinding weer, waardoor je weer vragen mist. Toen was ik er klaar mee, toen ben ik er ook mee gestopt. Want toen had ik er geen zin meer in. Ik snap best wel dat er reclames tussen programma's door moeten zitten. Al vind ik het wel gek, want zoals bij de NPO doen ze het niet. Maar het werkt gewoon niet bij zo'n spel. Want ja, er hoeft maar iets te gebeuren waardoor die app dan toch geen verbinding maakt. En je mist weer vragen. Dus dat vind ik wel echt heel erg jammer. Wat dat betreft is het beter om je app niet te synchroniseren met je tv. Want dan kan die ook de verbinding niet verliezen. Alleen dan loop je het risico dat de app voor of achter loopt qua vragen. Dus dat was weer eventjes minder, maar oké, het is wat het is. Daarna heb ik even het roer omgekeken. Was op zich wel een leuke aflevering, maar ook een beetje apart. Deze mensen die gingen naar Frankrijk met hun twee jongste kinderen. Daar zouden ze ja, een soort vijf sterren, iets met vijf sterren gaan openen. Ze ontvingen mensen. Nou, het was daar echt nog een puinzooi. Ze gingen ook alles laten zien. Nou, ik had dat niet gedaan. Die suite die was wel heel mooi, maar weet je, verder was nog helemaal niks af. Toen hadden ze toch besloten om in de winters weer ergens anders heen te verhuizen, naar een ander land. Want dan konden ze met een ICT-werk aan de gang en dan de zomers alleen nog maar in Frankrijk, want het regende in de winters daar zo. Dat vonden ze allemaal niks. Dus ook wel een beetje apart, maar oké. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte af. Toen ben ik begonnen met de Sinner seizoen 1. Nou, die greep me gelijk al veel meer. Het gekke bij de Sinner is dat je eigenlijk al ziet wie de dader is. Dus je weet al wie de moord heeft gepleegd. En
Ja, ik ben dan ook wel benieuwd hoe het nu verder gaat. Want je weet al wie het gedaan heeft. Gaan ze verder onderzoek doen? Dat denk ik wel. Want ja, anders krijg je geen 8 afleveringen vol. Dus er zit ook wel een reden achter waarom diegene iemand vermoordt. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder afloopt. Het eerste seizoen zit Jessica Biel in. Dat is de vrouw van Justin Timberlake. En ik had haar eerst niet zo snel. Ik zag al wel staan dat zij erin zou zitten. Maar ik had eerst nog niet zo snel door wie het was. Maar later had ik dat in de gaten. Dus ik ben nu heb ik wel heel veel zin om dat verder te gaan kijken, zoals vanavond. Toen heb ik even Doc 12 gekeken. Dus dat was ook wel weer mooi. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Dan ga ik boven even het gereedschap verder ordenen. Dat moet ook eventjes gebeuren. En ik ga fotospullen uitzoeken. Dus even de foto's maken. En dat is het dan ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. Maar gewoon op zich gewoon een lekker zondagje. We hebben nu geen voetbal. Dus ja, ik ga gewoon zo even wat dingen doen. Ik heb het op zich wel fris. Dus ik denk dat de verwarming straks wel weer wat aan kan. Dat is op mijn eigen schuld. Ik heb wel 3/4 mouwen aan. Maar ik wist niet zo goed wat ik aan moest trekken. Dus ik heb eigenlijk het eerste shirtje gegrepen wat ik zag. Ja, ik ga eventjes wat doen en dan zal ik straks even de fotospullen laten zien. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Zo, ik heb de fotospulletjes even gepakt. Ik heb hier allereerst de Fit Me poeder van Maybelline. Die ga ik fotograferen. Ik heb hier de Hello Good Stuff Sia Face Cream, die ik heel graag wil fotograferen. Ik heb hier 3 Ultimate Stay Water Fresh Lip Tints van Catrice. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Ik heb boven even al de gereedschap verplaatst. Ik vond zelfs nog een dingetje die ik al heel lang kwijt was. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus dat is nu allemaal georganiseerd en dat zit nu allemaal mooi in bakken. Dus in het kastje. Dus dat staat nu helemaal aan de andere kant. Dus daar ben ik alweer heel erg blij mee. Dus ja, ik ga nu eerst even foto's maken. Zo. Hallo, wat een lekker lichtje dit. Ik ga even iets het gordijn dicht trekken, anders zitten jullie zo naar mijn schoenige hoofd te kijken. Nou, ik heb alles lekker klaar. De foto's die zijn gedaan, dat ging eigenlijk vrij soepel, dus dat was heel fijn. Behalve dat deze er weer bij zat. Ja, zij komt altijd kijken als ik foto's ga maken. Dat is op zich niet erg, maar zij kruipt dus ook echt in het studiootje. Dat is niet zo heel erg handig. Toen ging ik importeren. Toen heb ik mijn nagels even onder handen genomen. Alle oude nagellakresten er even afgeveld. Want ik had natuurlijk rode nagels. Nou, dat laat best wel wat randen achter. Dus die heb ik er afgeveld. En dan worden ze gelijk vel je ook eigenlijk een soort van het bovenste laagje eraf. Toen heb ik mijn nagelriemen ook even teruggeduwd. Ze even in model geveld. Want ik merk dat mijn nagels de laatste tijd een beetje een slechte conditie hebben. Toen ben ik er met de 4 stappenvel overheen gegaan. Dus ze voelen nu al wel weer wat gladder. Dus ik hoop dat het nou gewoon even iets beter gaat. En dan kan ik ze vanavond weer mooi lakken. Want ja, het irriteert me gewoon een beetje dat ze niet heel sterk zijn momenteel. Maar goed, ik ben er voor nu wel even blij mee. Geen oude nagellakresten meer. Ik ben ook wel blij met wat ik boven heb gedaan. Dus dat is fijn. Groente ligt al lekker gesneden in de koelkast. Dus dat is ook wel weer top. Vanavond. Ik ga vanavond Wie van de 3 kijken. Want dat komt weer. Daarna heb je niet zo heel veel. Maar er begint wel een nieuw seizoen Ontvoerd. Dus misschien dat ik dat er wel eventjes op zet. Want anders zou ik niet weten wat ik moet kijken. Want dat quizje wat ze op SBS6 uitzenden vind ik echt niet leuk. Dus misschien dat ik dat er eventjes op zet. Ik moet sowieso even foto's bewerken. Ik ben ook bezig met een persbericht met nieuwe producten van Catrice die weer in de winkels komen. Dus misschien dat ik daar nog even een beetje verder mee kan gaan. Nou, sowieso dus de nagels lakken. Ik ga verder met de Sinner en vanavond heb ik verder witsen. Ik ga nu in ieder geval zometeen nog even lekker relaxen en dan straks eten en lekker douchen. En dan kan ik ook lekker de bank op. Dus dat is wel lekker. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Heb ook niks meer te vertellen. Ik heb nu best wel een zere rug. Want ik ben gaan schuiven en zo boven. En ik ben op zich wel blij hoe dat er nu bij staat hoor. Maar ja, het begin is er. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Maar nou ja, dat komt vanzelf wel goed. Zoals ik elke keer al zeg. Ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 31 januari. Het is alweer een maand geleden dat ik in het ziekenhuis was. De tijd gaat echt snel. Ik ben klaargemaakt. Het is buiten stormachtig. Want ja, we hebben te maken met storm Corrie. Voor sommige delen van het land was code rood afgegeven. En voor de rest van het land dan weer code geel. Nou, hier is denk ik code geel van kracht.
Ik hoorde het eigenlijk al toen ik op bed lag gisteren dat het heel erg aan het waaien en aan het stormen was. Het begon ook harder te regenen en nu is het gewoon ja, wat meer stormachtig. Ik ga wel even de verwarming een tikje geven, want ik vind het echt koud nu. Maar ja, dat betekent dat ik, als ik straks eventjes de spullen naar de kliko moet brengen, wel even lekker mijn jas aan doen. Het is natuurlijk best wel fris nu. Ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Dat is deze kleur geworden. Ik heb hier het lakje even erbij gepakt. Het is deze van Catrice. Het is de kleur 23, nee, 73. Ik moet het even bij het licht lezen. Het is hier te donker. 73. I have a blush on you. Dus die heb ik mooi eventjes opgedaan. Ik ben wel blij mee. Ik heb gisteravond Wie van de Drie gekeken. Dat was wel grappig. Ik heb wel gelachen. Daarna heb ik een deel van Ontvoerd gekeken. Ik heb het nog niet helemaal afgekeken, want het duurde 1,5 uur. En ik wilde op een gegeven moment toch even Hart van Nederland kijken. Dus ik denk, ach, ik neem het laatste deel wel even op. Kan ik dat vanavond even mooi terugkijken nadat Help Me Man is Klusser is afgelopen. Dan heb je toch eigenlijk niks. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt en ik heb weer lekker de zin in gekeken. Ik vind het nu steeds spannender worden, ook het eerste seizoen. Dus ja, het is uiteindelijk toch wel een goede keuze geweest om deze serie te gaan kijken. Marloes zit niet helemaal lekker, dus die moet ik zo even goed omdoen. Ik heb Witse gekeken, dus dat was eigenlijk de avond. Ik heb het jullie helemaal nog niet verteld, maar ik heb zaterdag mijn kwast gesloopt. Kijk, je ziet eigenlijk al hoe lelijk die erin zit. Dit is mijn foundation kwast en als ik die schoonmaak, heeft hij een hele goede schoonmaakbeurt nodig, omdat er al de resten in blijven zitten. Toen ging ik die kwast uitknijpen en ik kneep hem gewoon uit zijn huls. Hij ging gewoon uit de huls. Nou, je kunt zien, ik heb hem er weer geprobeerd terug in te doen, maar het ziet er niet uit. Want de haren van de onderkant, die komen er aan de bovenkant uit. Hij zit er gewoon niet meer mooi in. Dus ik heb inmiddels een nieuwe besteld, want ik vind dit wel echt een hele fijne kwast. Maar ja, het werkt gewoon niet helemaal goed. Dus daar baalde ik wel een beetje van. Maar goed, als het goed is, komt hij morgen binnen. Dus dan is dat ook weer mooi opgelost. Ik ga zo meteen eventjes een wasje doen. Ik ga de kattenbakken doen en de douche en de gang. Het is nu weer de week dat alles weer even grondig moet. Dus dat ga ik soms dan eventjes mooi doen. En ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. In ieder geval even lekker weer de kattenbakken doen. Dus dat ga ik soms dan maar eens eventjes lekker allemaal doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Want ik heb verder eigenlijk ook niet heel veel te vertellen. Er heeft weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja. Dat ga ik maar even doen. Ik heb hier een van de lipsticks op van Catrice. En ik vind hem eigenlijk best wel mooi dekkend. Dat zijn die lipsticks die ik gisteren liet zien, die ik dus nu aan het testen ben. Ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Goed, ik ga eventjes muziekje aandoen en dan ga ik eens eventjes aan de gang. Want ja, des te eerder ben ik weer klaar.
Zo, ik ben klaar. Ik was eigenlijk vrij op tijd klaar, 4:10. Toen heb ik even de was weggevouwen nog. Toen heb ik net nog even een spelletje gedaan, maar alles is weer heerlijk schoon. Dus dat is wel weer heel erg fijn. Ik heb de lampjes inmiddels alvast aangedaan. Ik vond het toch wel donker worden. Dus vind ik dan toch wat gezelliger. Alvast wat licht in huis. Dus dat is mooi gebeurd. De was is denk ik ook al bijna klaar, dus die kan ik straks ook mooi in de droger doen. Dus ja, eigenlijk ging het allemaal wel lekker. Even naar buiten geweest, dat was wel koud hoor. Maar goed, dat wist ik al wel een beetje, dus toen snel weer naar binnen. Ik ben wel blij dat alles weer lekker gedaan is. Geeft me wel weer een fijn gevoel. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even videobellen met mijn moeder Nathalie en Lente. Dan ga ik eventjes eten als ik gedoucht heb. En dan... vanavond heb je Help Mijn Man Is Klussen. Volgens mij is hij toch een beetje mat opgedroogd uiteindelijk. Oh, dat is wel leuk. Dus dat ga ik even kijken. En als dat is afgelopen wil ik dus nog eventjes het laatste gedeelte van Ontvoerd kijken. En verder moet ik even een artikel schrijven. Ik probeer nog eventjes het artikel van Catrice af te krijgen met de nieuwe producten. Dus ik hoop dat ik die morgen nog online kan zetten. Maar moet ik even kijken of dat lukt. Ik ga sowieso de Sinner kijken en ik heb vanavond gewoon weer witsen, dus dat is het eigenlijk ook wel, dus niet heel spectaculair of zo. Maar het was wel fijn om alles weer even gedaan te hebben. Ik dacht eerst, ik hoef helemaal geen was te doen. Maar het zat toch wel meer in de was stond dan ik dacht. Het is toch wel even fijn dat ik het gedaan heb. Dus ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen, dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is dinsdag, het is 1 februari. Ik heb nog niks op mijn lippen, maar voor de rest ben ik klaargemaakt. Ik ga 1:15 boodschappen doen. Dus mooi op tijd. Ik heb het wel ijzig koud. Het regent ook dat het giet buiten. Kijk eens even hoe mijn ramen erbij staan. Zien jullie dat zien? Zien jullie al die natte druppels? Nou, zo hard regent het dus. Ik bouw een klein beetje. Ik had gisteren de pleister van mijn vinger gehaald. Dat is dat wondje wat ik heb gekregen door dat schoenenrekje. En ik merkte eigenlijk gisteren toen ik in bed lag, dacht ik van nou, die pleister kan er wel af. Want ik heb hem, het is vrijdag gebeurd. Ik heb hem nu een paar dagen opgehad omdat ik gewoon voelde dat het nog steeds pijn deed. En ik had hem er van het weekend even af. Toen voelde ik toch nog wel dat het heel broos aanvoelde. Dus ik denk, nou, als er wat tegenaan komt, is die kapot. Dus ik had die pleister eraf gehaald. Ben ik net mijn haar aan het kammen. Wat gebeurt er? Mijn borstel komt tegen mijn vinger aan. Ja, toen knapte hij alsnog kapot. Dus er kwam allemaal vocht uit. Dus ik heb hem toch weer even afgeplakt. Ja, ik ben straks toch buiten. Ik wil ook geen infectie of zo natuurlijk. Dan weet ik niet of dat heel snel gaat. Maar ik baalde er wel een beetje van. Ik denk, ja, het is eigenlijk mooi dicht. Er zat wel een heel viezig korstje op. Maar ja, dat gaat ook vanzelf alweer weg. Maar het is precies zeg maar op het gedeelte waar je je vinger knakt. Het is eigenlijk een beetje hier. Dus ja, dat is gewoon heel broos. Ik heb gisteravond Help Mijn Man Is Klussen gekeken. In eerste instantie leek het, toen ik het voorstukje zag, leek het allemaal heel heftig. Nou, was het ook wel hoor. Want er was heel weinig afval in het huis. Maar daarna had ik toch wel zoiets van, nou, het valt eigenlijk toch wel mee. Die man die werkte ook nog wel mee en zo. Ik krijg nu Nati stuurt een foto door. Mijn moeder die is sinds een paar weken is weer begonnen met het lopen van de post. Ze is aan het opbouwen. Dus het begon met 1 uurtje per week. En dat doen ze dus elke week, breiden ze dat iets uit. En dan moest ze vandaag ook weer 1 uurtje lopen. Dus Nati stuurt een foto door. Dat het best gek is om mijn moeder weer in postkleding te zien. Omdat ze dat ook zo lang niet heeft gezien. Die is daar nu. Die heeft daar gisteren gewerkt. En toen heeft Lente daar gelogeerd. Samen met Nathalie. Daar hebben we gisteren nog even mee gevideobeld. Maar Lente drukte maar steeds weg. Dus op een gegeven moment hadden ze de telefoon zo neergezet dat ze er niet meer bij kon. Toen gingen ze lekker spelen. Dus het was hartstikke gezellig om weer eventjes met elkaar te praten. En elkaar te zien op die manier. Maar goed, ik was dus bij mijn man, Help Mijn Man Is Klussen. En zijn gezondheid was ook niet al te best. Dus ja, het was op zich best wel heftig. Maar uiteindelijk was het resultaat heel mooi geworden. Alleen, ja, die keuken moest ook nog. Ik denk, oh, jongens, hoe gaan jullie dit voor elkaar krijgen? Maar ik geloof dat ze dat als ze wat meer geld hadden gespaard, dat ze dat toch uit de handen zouden geven. Want dat is gewoon geen doen. Daarna heb ik even Ontvoerd afgekeken. Zo, het was wel heftig. Uiteindelijk kwam het wel allemaal goed. Uiteindelijk was het contact met de vader ook nog wel weer een soort van oké.
Ja, ik zou alleen mijn kind nooit meer bij zo'n vader een dagje willen laten spelen hoor. Als ze ermee naar het buitenland gaan. Ik zou het echt alleen nog maar onder toezicht doen als het echt moet. Maar ja, was wel heftig, maar ook wel mooi. Ik heb het eigenlijk nooit echt zo heel erg bewust gekeken, omdat het vaak op tijden kwam dat ik al wat anders keek. Ja, ik had nu zoiets, ik kan het wel kijken. En ik vond het toch wel heel erg mooi. Ik heb wel mijn artikel afgekregen. Ik heb het artikel van Catrice helaas nog niet afgekregen. Het was toch nog iets meer werk dan gedacht. Dus ik hoop sowieso dat ik daar vanavond nog even mee verder kan. Ik heb de Sinner gekeken. Ja, ik vind het toch wel een goede serie hoor. Ik was eerst heel sceptisch, maar nu ik met seizoen 1 bezig ben, denk ik toch wel van nou, ik vind hem toch wel heel goed. En daarna had ik witsen. Dus dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Ik ga even stofzuigen. Ik ga even boodschappentassen pakken. En ja, schoenen die bij dit weer passen. Dat zullen gewoon nep leren schoenen worden. Want suède, dat hoeft niet. Hoef je niet te doen met de regen. Dan ga ik straks de deur uit. En dan ja, zie ik jullie sowieso wel weer even als ik terug ben. Ik kan nog even mijn outfit laten zien voor mensen die het leuk vinden. Het is hier altijd een beetje donker. Kom maar, muis. Ja. Ik ben weer helemaal in Lidl-stijl. Die blouse is van de Lidl. En ook deze broek is van de Lidl. Het is echt wel een van mijn favorieten. Het is een lekkere skinny broek. Hij zit mooi strak. Dus ja, wel heel blij mee. Goed, ik ga even stofzuigen. En dus moet ik even wat op de lippen doen. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik zou zeggen, tot later. Zo, ik ben inmiddels terug van de boodschappen. Het was heel koud buiten, dus ik was blij dat ik de verwarming al iets had aangezet. Nou heb ik wat dingetjes gekocht bij de Zeeman. En nu dacht ik, misschien is het leuk om daar een shoplog van te maken. Het is niet superveel, maar ja, als je dat leuk zou vinden, laat het dan eventjes weten in de comments. Want dan kan ik daar altijd even een shoplogje van opnemen. Want misschien is het wel leuk om te zien wat ik daar dan heb gekocht. Ik ga nu in ieder geval de boodschappen laten zien. Ik heb weer boontjes, dat zal jullie niet verbazen. Dan heb ik twee zakjes met patat. Die zo gelijk de koeling in moeten. Ik heb eventjes chocomel gekocht bij de Aldi, want die was daar nu in de aanbieding. Daar heb ik ook even shawarma meegebracht. Even kijken tot hoe lang die geld is. Tot de zesde. Dat is nu de eerste. Maar moet ik even kijken, anders moet er ook wel zitten in de vriezer. En schuursponsjes. Want ik dacht eigenlijk dat ik nog schuursponsjes had, maar ik kon ze helemaal niet meer vinden. Dus die heb ik eventjes meegenomen. Dan de volgende tas. Spekreepjes. Ik heb hamlapjes gekocht. Die zaten nu op de Lidl-app. Die waren nu heel erg afgeprijsd. Die zijn voor maandag. Dus deze moeten wel even de vriezer in, want ze zijn tot en met de vijfde. Ik heb een bakje met frikandellen. Ik heb de kattenbrokken weer meegenomen. Ik had nu net de zak wel weer aangebroken, maar ik vind het fijn als het er dan weer staat. Ik heb haricot vers. Ik heb ook de brokjes in gelei. Dan heb ik aardappelschijfjes.
dan heb ik alvast eventjes een chocoladelab gekocht of een runderriplab, want ik wil goulash gaan maken. Maar dat ga ik volgende week doen. Maar hij was nu in de aanbieding, dus ik ga deze even in de vriezer doen. Dan kan ik hem de volgende week uithalen. En dan kan ik dus lekker de chocoladelapjes maken. Of chocoladelapjes, de goulash maken. Dat ga ik dan volgende week doen. Maar ik dacht, ja, het is een beetje zonde als ik het nu niet al koop, terwijl ja, het volgende week er al is. Ook een nieuwe kwast is binnen. Die zal ik gelijk ook eventjes uitpakken. Van bol.com. Waarom doe ik het normaal open? Oh. Het lukt. Altijd fijn. Dit is hem dan inderdaad weer. De nieuwe brush voor mijn foundation. Dit is wel de nieuwe variant. Ik zal die oude er nog even bij pakken. Kijk, dit is dan de oude. Maar dit zijn de nieuwe kleuren. Dus die heb ik mooi weer binnen. Daar ben ik ook blij mee. Ik ga even opruimen en zo de katten voeren. En dan is dat ook allemaal weer klaar. Dus ja, niet zo heel veel, maar ik heb gewoon niet zo heel veel boodschappen nodig op het moment. Ik vergat nog het wc-papier, want die had ik ook gehaald. Want ja, zonder wc-papier is het een drama. Dus die hadden we ook nog eventjes meegenomen. Zo, de boodschappen zijn inmiddels opgeruimd. En de katjes hebben ook lekker eten gehad. En ik heb mijn spijkerbroek even verhuild voor een chillbroek, want mijn broek was een beetje nat geregend. Ja, en dat zit gewoon niet lekker. Dus ik heb nu gewoon even lekker een makkelijke broek aan. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Ik moet alleen even een paar nagels opnieuw doen. Want er zijn er toch een paar beschadigd. Maar daar was ik alhoewel een klein beetje van uitgegaan. Vanavond. Je hebt goede tijden. Gisteren was de heftige aflevering te zien. Het viel me nog wel mee, de beelden, maar omdat je weet wat er gebeurt, is het natuurlijk wel een hele heftige belevenis. Maar omdat er dan heel erg gewaarschuwd wordt bij die beelden, maar je zag gelukkig niet heel veel ervan. Maar goed, het is natuurlijk wel een hele heftige gebeurtenis. Ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat, al zou het me niks verbazen als ze weer er niks over zullen zeggen. Je hebt vanavond Married at First Sight, dat ga ik mooi kijken. Daar heb ik wel zin in. En verder, wat ga ik verder kijken? Eigenlijk niet zo heel veel. Ik wil de vlog afmaken. Ik wil nog even verder met het artikel van Catrice. En daarna wil ik nog eventjes, ik moet sowieso ook foto's bewerken. Dus eigenlijk genoeg te doen. Ik ga vanavond uiteraard ook verder weer met de Sinner. En verder, wat heb ik? Ja, witsen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. Mocht je deze video leuk vinden, doe dan even je duimpje omhoog. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!